Zo'n 90% van onze tijd brengen we binnen kamers door. En dat is nog zonder de lockdowns die we in 2020 voor onze kiezen kregen. Het is dan juist belangrijk om blij te zijn met je interieur. Vandaag stappen we een showroom binnen die als een echt huis dient. Een warm huis, dat creëer je door de ideale materialen te gebruiken. Wij gebruiken natuurlijk veel hout, linnen, wol, mooie stoffen. Gekleurde stoffen. En dit maakt allemaal een huis gezelliger. Gordijnen zijn zeker en vast ook belangrijk om een warmte te creëren in uw interieur. De collectie wordt bij ons in huis ontworpen door verschillende designers, stylisten. En dan gaan wij op zoek wereldwijd naar ambachtslui. Ambachtslui die onze producten, onze designs kunnen vervaardigen volgens soms al oude principes. Wij halen onze inspiratie allemaal samen van verschillende dingen. De natuur speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Ons kleurenpalet is heel belangrijk, ons verfpalet en ons behangcollectie is heel belangrijk. En dat halen wij natuurlijk uit verschillende invloeden. Wij zien ook dat er verandering is in levensgewoontes. Neem nu bijvoorbeeld het huis is aan het veranderen. De keuken speelt een enorme rol in ons dagdagelijks leven. En daar spelen wij natuurlijk allemaal op in. Kerst is terug, zoals oudsher. Eindelijk na die moeilijke COVID-periode die we meegemaakt hebben, wordt het huis weer volledig in de kerstsfeer gezet, zoals vroeger. Welke invloeden? Ik denk dat het nog altijd het feest is voor de kinderen, voor het huis gezellig te maken met rood, groen, goud, zilver, alle mogelijke kleuren en alle mogelijke combinaties, als het maar heel gezellig wordt.